Goedenavond, Roel van der Stukken en Sarah, goedenavond. Goedenavond. Vandaag in de Viage. Ja. Met een nummertje wat al een tijdje uit is natuurlijk. Ja, sinds oktober. Maar het rare is, ik kwam hier eigenlijk gewoon om te pokeren. En ik was er toevallig bij. Ja, wij pokeren nogal vaak samen, ziet je. En plots riepen ze ons daarboven, omdat er iemand niet was komen opdagen door de staking. Het is een mooie song, hè, uiteraard. Ja, absoluut. We zijn er heel blij mee. We hebben dat... Hey, Reggie. We hebben dat voor het goede doel eigenlijk gedaan. Ja. Mediclowns? Ja, de Mediclowns voor de helft. En de andere helft waren de goede doelen die de Lions Club steunen. Ja, ja, voilà. Dat was ook de opdrachtgever trouwens, de Lions Club. Sarah, hoe is het zingen met een man zoals naast jou hier? Ik ben hem al wat gewoon, hè. Van pokeren. Nee, wij treden eigenlijk het laatste jaar heel vaak samen op. We hebben samen een bluesband, de Lipstick Treason. Dus we staan wel regelmatig samen op het podium. Dus we zijn elkaar wel gewoon. We weten ook dat onze stemmen samen matchen. Dus dat was heel fijn. Hè? Dat is heel fijn. Zie ik een beetje lipstick on your collar? Wel, daar gaat de Lipstick Treason eigenlijk over. Hè? Het verraad van de lippenstift, dat is als je thuis komt en je wordt zanderendaags met een kater wakker en je vrouw zegt, wat is dat hier op je kraag? Dus wij dekken onszelf van tevoren vaak. Ik heb daar dan niks mee te maken. Nee, maar dat hoort erbij natuurlijk. Het is een liedje van Connie Francis uit de jaren 50 nog, 59, dacht ik. Hè? Lipstick on your collar, ja, dat klopt. Maar we coveren dat helaas niet. Misschien is dat nog wel een idee. Geen enkele vergelijking, maar het is wel een vertaling uit het Duits. Ja. De weg is een vertaling... Nee, het is eigenlijk geen vertaling uit het Duits. Het is een origineel Duits nummer. Halt dich an mir fest. Wat zoveel betekent als hou je aan me vast. De boodschap is een beetje gelijkaardig, maar er is wel een volledig nieuwe Nederlandse tekst opgeschreven. Omdat wij vonden dat het geen liefdesliedje moest zijn, maar eerder universeel en ook toepasselijk naar de goede doelen toe waar het eigenlijk voor dient. De bluesgroep, Sarah, dat is meer jouw ding natuurlijk. Het is te zeggen, dat is eigenlijk iets wat dat Roel op zijn lijf geschreven is. Dat is eigenlijk iets wat wij alle twee heel graag doen. Hè. Ook voor jouw stem, hè? Ja, een beetje het ruigere werk. Zo. Ja, dat is heel fijn om te doen. We hebben ook een heel fijne bende. Dus dat is eigenlijk altijd wel fun als we de baan op zijn. Wie is op wie gevallen eigenlijk? Maar wij kennen elkaar eigenlijk van in de zomer van 2007. Hebben wij samen getoerd. Stan was toen met Roel op tour. En ik deed toen hun voorprogramma. Dus we hebben elkaar toen leren kennen. En dat was ongelooflijk fijn. En sindsdien zijn we aan elkaar blijven plakken. Ja, wij zijn goede vrienden gebleven. Stan daarentegen. Nee, dat is niet waar hoor. Dat is helemaal niet waar. Veel fans in de zaal van jou, speciaal dan voor jou, Roel? Ja, ik weet dat niet. Ik denk dat Sarah het afgelopen jaar meer radio airplay gekregen heeft, omdat ze uiteraard met twee nieuwe singles naar buiten is gekomen. Maar veel vrouwen in de zaal, hè? Ja, dat zal er iets mee te maken hebben. Het koude weer zal daar ook voor iets tussen zitten. En het feit dat het misschien lang geleden is dat ze mij nog eens gezien hebben. Vandaar. Denk het. Ik wens jullie samen een gelukkige kerst en een zalig nieuwjaar voor mekeerd. Evenveel van hetzelfde. Dankjewel. Dag.